ChristenUnie heeft best trek in kabinetsdeelname. Maar dan moet D66 ook de armen spreiden. Dat zei partijleider Segers vandaag op een congres in Lunteren. Voor zorg voor ouderen. En ik krijg politieke steun. Van SP tot SGP. Van CDA tot PVV. En van ChristenUnie tot D66. U begrijpt, dat is volstrekt willekeurig gekozen tegen ons. Meneer Segers, heeft u zich gestoord aan de opstelling van D66 de afgelopen tijd? Nee, niet gestoord. Af en toe verbaasd over sommige opmerkingen. Alsof wij tegen de euro zouden zijn, bijvoorbeeld, wat niet zo is. Maar ik begrijp zijn moeite heel goed. Namelijk dat het bijvoorbeeld een smalle meerderheid heeft. Ik begrijp dat hij ziet dat verschillen tussen zijn partij en de ChristenUnie groot zijn. En of verschillen te overbruggen zijn, daar kom je pas achter als je samen om de tafel zit. Het schuurt een beetje met D66, toch? Ja, die hebben natuurlijk al een wetsvoorstel al over voltooid leven. En daar heeft Gert-Jan Segers gelukkig tijdens de campagne gezegd, duidelijk gezegd wat hij daarvan vond. En tegelijkertijd rust er wel een verantwoordelijkheid op alle partijen in het midden. Alle partijen die bereid zijn om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Niet langs de kant willen blijven staan. Om wel een stap te zetten. Wij zijn bereid om die stap te zetten. Dus ik zie ook terreinen waar er wel raakvlakken zijn. Wij maken ons allebei sterk voor Nederland als koploper als het gaat om duurzaamheid. Ander energie- en klimaatbeleid. Humanitair vluchtelingenbeleid. Dus er zijn echt raakvlakken. Er zijn grote verschillen op ethisch terrein. En waar we uitkomen, ik heb geen idee. Het moet nog blijken. We gaan hopen en bidden voor Gert-Jan Segers. Wij moeten de doelstellingen van Parijs halen. Iedereen heeft gezegd dat willen wij halen. Maar er zijn maar weinig partijen die echt boter bij de vis hebben geleverd in hun verkiezingsprogramma. En onder andere ChristenUnie heeft dat gedaan. En daar staan wij voor.